hadden jullie zelf geschreven? Nou, het was maar waar. Of moet ik doen? Ja, die hebben zelf geschreven. Oh ja, ja, nee, ja. Ja. Oh, ja, van top tot teen. Ja, van ja. 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 Niet? Ja, oh god, ik kan niet liegen op de radio. Oh, nee, je valt echt door de mand uiteindelijk. Ja, ik blijf wel jammer. Ik heb niet zo van. Hé, maar hoe ging het? Ja, wel jammer van mijn stem. Wat? Ja, dat hij zo naar de kloot. Mag je dat niet zeggen op de radio? Nou, het is nou toch al gebeurd. Dus, het is 2007. De kinderen slapen al. 2007 kan het. Oké, okay, maar moet piepen. Wat bedoelde je? Ja, ik ben een beetje hees en zo. Dat is een beetje jammer. En ik heb ook een snoepje in mijn mond nu. En ja. En een fles in je hand, en een stond dat op, en je staat in een kaal. Ja. Ik wil even de groeten doen aan, ja, ik weet eigenlijk niet. Nou, dat vind ik ook leuk. Ik wil de groeten doen aan, ik weet niet. Dat is een andere naam. En ik doe miep miep daar. Ja. Nou, oh, nee, die kan ik ook wel, maar nou, ja, het is jammer dat mijn stem er de... Kloot. Vier zijn er. Dus eigenlijk zeggen jullie van nee, deze gaan we niet winnen. Nou, zeg nooit nooit. Vorig jaar was je nog zo zelfverzekerd van onszelf, hè? Ja. Vorig jaar stond je echt van mij. Ja, nee, maar nu hebben we niet voorgedronken. Dus ja, dat hadden we echt moeten doen. Want anders... Dat was beter geweest voor je stem, moet ik zeggen. Ja, voor die stembanden smeren. Ja, precies. Met al die alcohol. Ja, met je Amstel. Goed, voor de komst. En voor een aantal ouders die nu luisteren en denken van mijn kinderen gaan hier naar Veenland College. Krijg daar nou niet een beeld bij dat dit één grote orgie is van drank, seks, drug and roll? Is het rock and roll. Wel een ja, maar dat is wel zo, begrijp ik. Sorry? Nee, ik dacht dat je zei dat het wel zo was. Oh ja, ja, nee, dat ja. Luister even, kun je heel even beschrijven, want het is toch een beetje een trend hier. Wat heb jij allemaal door je lip hangen? Nou ja, zeg. Nou, niet zoveel. Dit is, Het is een piercing. Moet even kijken, wat is het nou? Ja, ik weet niet wat ik erin heb hangen vandaag. Vandaag zit er een soort pijlpunt aan. Ja. Dat als iemand jou een zoen geeft, dan loopt die leeg. Nee, nee toch? Nee, volgens mij niet. Nou, volgens mij niet. Volgens mij nee. Nee, je moet ervan houden. Je moet ervan houden, want het lijkt mij zo'n pijn allemaal. Hé, maar ik krijg opeens een heel beeld van me, van een nachtkastje. En er liggen allemaal verschillende attributen op van, nou, welke zal ik vandaag eens door mijn lip heen halen? Er liggen wel attributen op mijn Hey, ik heb het alleen even dingen door... Sorry. Zo jammer gelijk, hè? Ik vind het een beetje spannend. Het is gelukkig na 10, hè? Ik zie allemaal apparaten die je door je lip heen kan hangen. Nee. Pijlpunten, maar... speren... Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee. Maar dus geen winst? Nou, ik hoop het wel eigenlijk. Oh, het zelfvertrouwen is terug, Jim. Nee. Ik hoef er 3 minuten mee te praten en het is gewoon helemaal... Tjaka! Hartstikke idee. We gaan kolen lopen. Ja. Precies. Wat hebben we net gehad? De Pirates of the Caribbean. De Pirates of the Caribbean! Ja. En die staan nu bij me. Ja. En die hebben het al gedaan.